Dit is Gelderland Helpt. Straks zien we missionaris Frans Baartmans, die in maart een oproep deed bij ons. Nu eerst naar de Bijenstichting in Vorden. Ondanks dat bevlogen mensen zoals Jaap Molenaar zich inspannen voor de bij, gaat het nog altijd niet goed met deze diersoort. En daarom heeft de Bijenstichting haar tuin ingericht als bed and breakfast voor bijen. Dit is een voorbeeld van de bed, oftewel nestengelegenheid. Hier hebben we allerlei soorten materialen neergelegd, waarin de roze metselbij onder andere broedt. En daar zie je heel duidelijk dat ze de voorkeur geven aan bepaalde diameter qua nestelgelegenheid. Je ziet hier al dat het dichtgemetseld is. Dus dit hele gangetje zit al vol met eitjes en larven. En dat geldt ook voor deze. En hier komt er net eentje uit. En je ziet dat ik gewoon mijn hand erbij hou. Want de roze metselbij hoef je helemaal niet bang voor te zijn dat die jou steekt. Dat is een hele lieve bijensoort. En ze zijn ook hartstikke mak. De breakfast, nou ja, dat is het voedsel. En dan het voedsel voor bijen. Dus voedselplanten voor bijen. Ja, en als je die voldoende in je tuin zet, dan trek je vanzelf bijen aan. Bed, zoals jij hebt, je moet een nestelgelegenheid hebben. Als gezinnetje heb je, als bijen heb je dat ook gewoon nodig. En ja, breakfast of lunch of dinner, ja, dat is een bed en breakfast. Bijen zijn hip geworden, ja, gelukkig wel. Ja, want 10 jaar terug, toen we met de Bijenstichting begonnen, toen was het eigenlijk nog niet bekend dat het heel slecht ging met bijen. Maar inmiddels, door alle nieuwsberichten enzovoort, is het heel veel mensen duidelijk dat bijen belangrijk zijn. Maar dat ook iedereen zijn steentje kan bijdragen om de bijen te helpen. 3/4 van ons voedsel wordt bestoven door bijen. Hè? Dus een courgette, een noot, de koffie. Alles op de kruiden enzovoort enzovoort. Die kun je alleen maar eten dankzij bestuiving door bijen en andere insecten. En als particulier zag je heel veel mensen die hadden geen zin meer om te tuinieren. Die gingen een tuin vol straat, hè, of grind daarin leggen. Ja, dat zijn stenen woestijnen. Daar kunnen bijen geen voedsel zoeken. Hè. Dus ik zeg altijd maar stenen eruit en bloemen erin. Ja, hier zie je kattenkruid. De Latijnse naam is Nepeta. Echt een hommelplant. Want die heeft lipbloemen. En lipbloemen zijn een hele geliefde soort bloem voor hommels en honingbijen. Je hoeft natuurlijk niet altijd heel ingewikkeld te doen. Je kunt natuurlijk een hele mooie tuin maken die heel veel onderhoud vraagt. Maar er zijn ook allerlei trucs om met weinig onderhoud ook gewoon een leuke tuin te krijgen. Neem nou je gezon. Als je een stukje gras hebt in je tuin, nou, dan loop je 27 keer te maaien bijna elke week. Maai gewoon een deel of het hele gezon, als je er niet op ligt, maai dat gewoon helemaal niet. En pas in de nazomer een keer. En dan zul je versteld staan dat er allerlei soorten paardenbloemen en pinksterbloemen enzovoort, er allemaal gaan bloeien vanzelf. Nou, en daar zie je onmiddellijk bijen op afkomen. Paardenbloem is een van de topbloemen voor bijen. Nou, wat mijn vraag is dat wij hebben dit bijeneducatiecentrum opgestart. Hè, dus met deze demonstratietuin. En we zijn ontzettend blij met een grote groep vrijwilligers die deze tuin onderhouden, want dat is best heel veel werk. Daarnaast geven wij workshops. Ja, een aantal van die workshops zijn momenteel even afgelast, maar we gaan ervan uit dat we die in de toekomst wel weer kunnen geven. En ook tijdens onze open tuinendagen of in het najaar de bloembollenparade. Dus voor e-mail marketing, om het met een mooi woord te noemen, of social media, ja, daar zoeken wij best nog wel vrijwilligers. Ja, net zoveel soorten bijen, zoveel soorten klusjes hebben wij hier. Heeft Jaap u enthousiast gemaakt en wilt u vrijwilliger worden bij de Bijenstichting? Kijk op GelderlandHelpt.nl.